het is zaterdag. Welkom bij een nieuwe vlog vanaf Texel en de zon komt eraan. Ja, gisteren toen we hier kwamen was het mistig en nu valt het wel mee. Mijn naam is Tineke Talsma van het kanaal Tineke Talsma, een 50-plussende vlogger. 50-vloggende vlogger. Mijn naam is Tineke Talsma, een vloggende 50-plusser. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zaterdag. En wij zijn op Texel. We zijn hier gisteravond gekomen. En we hebben nu de auto gepakt. En we zijn op het strand. En we krijgen de zon erbij. Heerlijk. We zijn in Den Burg geweest en ik heb onderweg lammetjes gefilmd, maar wat heeft Tine gedaan? Die heeft het hoesje van haar camera laten liggen en die zijn we nou aan het zoeken. En dit is nu de laatste poging, als we het niet meer kunnen vinden dan is het pech. Het was bij de dijk, het was in een bocht. Voor mijn gevoel is het inderdaad meer deze kant uit. Hier zijn schapen straks. Nou, we zien het wel even. Zo, we zijn weer terug. We hebben het hoesje niet meer gevonden. Dus we weten niet meer waar we geweest zijn. We hebben zo'n hele rondje nog gemaakt langs die dijk. Maar
Nee, niet. Ik zal even de beloofde home tour doen. Dit is het chaletje. Zo. Hier kom je binnen. Dit is ons tuintje. Weet ik het. Hier kom je binnen. Nou, hier is de meterkast. Niet interessant. Hier rechts van mij is de wc. Heel keurig sanitair. Het was ook super schoon. Dan is hier onze slaapkamer. Met heel leuk behang. Met hier een kast. Daar hebben we Romke. Dan hebben we hier de badkamer. Met deze dingetjes van Rituals, miniatuurtjes. Die hadden we erbij in een lekker zeepje van Rituals. Dat zat bij het linnenpakket. De lekkere douche. Dus hier nog een slaapkamer. Daar had ik gisteren al gevlogd. Lamp aan doen met dat leuke behang. En hier hebben we onze bagage uitgestald. En hier is Romke. En dan is hier het keukentje. Beetje een rommeltje. En dit is de woonkamer. Met zithoek. En daar zit Tally. Daar zijn de buren. En dit zijn openslaande deuren. Dus. Nou gaan we lekker een bakje doen. En even lekker zitten, want we zijn lekker op sjouw geweest. We hebben de auto nu hier bij de receptie aan de lader staan. Dus we moesten helemaal lopen hierheen. En we zitten dus echt helemaal aan de achterkant van het park. Tegen de bosrand aan. Dus we hebben aardig wat afgesjouwd. Ik heb ook heel erg last van tranende ogen. Geen idee wat van komt. Maar goed. Ik denk dat je dat ziet, hè? Wat zie jij? Wat valt er te zien dan? Even dweilen. Ja, doe het maar even. Ga je even dweilen? Even de voer dweilen met je staart? Ja? Hm? Is het nou wel, hè? Ja. Oké. Nou, het is zondag. Wakker geworden op Kustpark Texel. We lopen nu het natuurgebied in hier. Dat is allemaal bos. En als het goed is komen we ook ergens uit bij het strand. Het is heerlijk weer. En om 4 uur pakken we de boot weer. En dan gaan we weer naar huis. Oh,
wij lopen door het bos weer terug. We zijn paal 21, bij paal 19 hebben we wat gedronken. En we lopen nu terug via de duinen. Er ligt het bos achter. En zo lopen we weer terug naar ons huisje. Als we het kunnen vinden. Want daar zijn wij van die sterren in, Chris en ik. Maar we hebben hier op de telefoon zitten, dus dan gaan we even een soepje eten, broodje nog. En dan de boel bij elkaar zoeken en proberen de boot van 4 uur te krijgen. Lopen we goed? Ja, we moeten wel naar rechts. Nou, wij staan alweer in de wachtrij voor de boot. We hebben toch die van 3 uur, want we waren al klaar en wat opgeruimd en we zouden ook die van 4 uur nemen, maar we reden hier en we hebben die van 3 uur nog gehaald. Na 100 meter rechts afslaan en vervolgens de veerboot nemen. Wat? De veerboot? De veerboot nemen. Klik een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond. Abonneer op mijn kanaal, dat kan door middel van die rode knop hier beneden. En tot de volgende vlog. Doei doei!